we breien met sokkenwol. Dat is wol die redelijk dun is. En of dat je, om te weten met welke soorten we breien, kun je kijken bij nieuwe wol op het lintje dat er rond zit. Op het lintje dat er rond zit, ik zou het laten zien, maar het is zo klein. Ik krijg het zelfs met mijn bril niet gezien, maar dan zouden we het volgende moeten opstaan. Staat dat juist? Dus 2,5-3. Dus met de prime 2,5-3. Dat is de wol waar we mee breien. Dus, en dat is ook de stekenverhouding die we volgen vandaag. Wat je nog nodig hebt vandaag is een naald met een groot oog waar dus een stukje breiwol door kan. Niet een gewone naainaald, maar dit noemen ze een stop- of een borduurnaald. Dus met een groot oog. En een stel prime nummer 3 of nummer 2,5 kan ook, maar nummer 3 is gemakkelijker. Dus met nummer 3 gaan we het vandaag doen. Dus, en dan heb je ook wol nodig, gewone effe wol. Maar als je zo kleurschakeringen wil krijgen, kun je bijvoorbeeld wol nemen die in verschillende kleuren is gekleurd, zodat je direct al een effect krijgt van verschillende kleuren in je muts. Ik zal even meten hoe lang dat het moet zijn. Dat is 13 centimeter. Dus met hele korte breipriemen brei ik nu niet, want dat is meestal om continentaal breien te leren. Het breien dat we vandaag leren is het Vlaamse breien. Want als ik collega breisters in het noorden van Europa en in het oosten van Europa zie, die hebben een hele andere manier van breien. Die breien ook met kortere priempjes. Maar u kunt ook zelf, dat gaan we straks aanleren, zelf kleurtjes maken in uw mutsjes. Dan kan je het fantaseren als je bijvoorbeeld hele kleine bolletjes wol in de kringwinkel of van de bomma of van iemand gekregen hebt. Dan kan je, dan zal ik straks leren hoe dat je de draden moet aan elkaar zetten als we begonnen zijn. Ik ga het voordoen met dikke priemen en met dikke wol, zodat het goed opvalt onder de camera. Eerst maken we een lus. We maken een lus en we doen de lange draad. We hebben een kort draadje en een lange draad en we halen die lange draad door de lus. En we trekken dat aan, zodat we een strop hebben, zoals ze dat noemen. En dan trekken we die dicht met de lange draad. Iedereen mee? Dus we maken een lus, halen de lange draad erdoor en we trekken die dicht, zodat we een strop hebben. En die gaan we zetten op onze priem. Onze linkse priem. Oké, we trekken dat aan tot dat niet helemaal tegen de priem, want anders kan je er zelfs niet door. Dan gaan we onze rechtse naald onder de linkse naald steken door de lus. En dan gaan we onze draad daarover halen. En terwijl hou je de breiwol vast met je vingers. Je houdt je wijsvinger links op de lus en je trekt de rechtse priem eronder door, zodat je de lus mee hebt. En je hebt twee lussen, één lus op de rechtse en één lus op de linkse priem. En je zet die tweede lus op de linkse priem. Nu gaan we weer hetzelfde doen. We steken onder door, we halen de draad over en we breien een steek, zodat we twee steken hebben. Onderdoor. Je haalt de draad erover en dan haal je die draad onderuit. En dan zet je die op je rechtse naald. En dan gaat het van de rechtse naald weer op de linkse naald. Zo elke keer. Dit is de simpelste manier die ik ooit geleerd heb. Er bestaan hele ingewikkelde opzetmanieren, maar dit is de simpelste. Want terwijl je leert hier opzet, leer je terwijl ook breien. Dus echt voor beginners. Ik ben breioma bij mijn kleinzoon geweest vorig schooljaar in het vierde studiejaar.
En ze hebben allemaal een grote muts afgebreid gekregen. De ene al wat moeilijker dan de andere. Maar ze zijn dus een muts zoals deze die we nu in het mini-brei hebben wij in het groot gebrei vorig schooljaar in het vierde studiejaar. We gaan vandaag alleen maar rechts breien. Voor de mensen die wat meer kunnen breien, die kunnen het patroontje van Bens en Zorg downloaden. Die staat op hun website onder de breimutsjes. En daar staat in dat je rechts en averechts breidt. En daar staat dus dat model volg ik. Behalve dat bij rechts en averechts breien dat je sneller vooruitkomt en je minder priemen nodig hebt om het af te werken. Dus mama, met rechts hebben we iets meer priemen nodig. We gaan niet in het rond breien. Dat is met vier priemen, dat is echt wel al voor beoefende breisters. Dat kunt je natuurlijk, hè. Kunt u 28 steken opzetten en die dan met een rondbreinaald rondbreien. Of met vier kleine priempjes. Dan gaan we leren hoe dat we verder gaan. Dus nu hebben we onze eerste priem eigenlijk al gebreid. We hebben 28 steken opgezet, dus we hebben 28 lusjes op onze priem staan. En nu gaan we de andere richting uitbreien. Dus nu gaan we weer hetzelfde, dus een steek maken zoals we daar straks gedaan hebben, op onze rechtse priem zetten, maar we laten die op onze rechtse priem staan en we halen voorzichtig de lus van onze linkse priem. We steken weer eronder in. We halen er weer over. Hetzelfde systeem, maar we rijden naar de andere kant. En we halen voorzichtig die lus onderuit. We laten die op onze rechtse priem staan. En de lus van de linkse priem halen we er voorzichtig af. We steken weer onderdoor. We halen een draad over. We houden de draad vast samen met de rechtse priem. We houden hier op de linkse priem met onze wijsvinger houden we de lus tegen. We halen de lus onderdoor op onze rechtse priem. En we laten stilletjes de lus glijden van onze linkse priem. We breien 18 rijen. Dus als je altijd rechts gebreid hebt, heb je 9 ribbels aan de ene kant en 9 ribbels aan de andere kant. Dus de ribbels van het breien heb je dus 18 priemen breien. Of 18 naalden. Ja, ik zeg nog altijd priem. Dus en als we de tweede, als we gedaan hebben, starten we weer zoals voorheen. Dan gaan we altijd verder breien. Dus erover. Dus vasthouden. Als je dat zou willen breien voor jezelf een muts, dan kan je dat breien met wol die geschikt is voor priemen nummer 6.
En dan zet je 40 steken op. Zo was het bij ons in het vierde leerjaar. Dus als je voor je eigen zou willen breien. Ik ga verder breien aan deze en ik ga je straks tonen hoe dat we kunnen kleurtjes veranderen bijvoorbeeld. Als je met zo'n gekleurde draad werkt, krijg je vanzelf een kleurpatroon. Maar zoals ik dat straks laten zien heb, kunnen we ook zelf kleurtjes mengen en rijtjes maken. Daarvoor zijn er verschillende trucjes om dat te doen. Het zijn niet de trucjes die de professionele breisters gebruiken, maar het zijn beginnerstrucjes en die lukken ook voor iedereen. Mijn bolletje is op, mijn draad is bijna op. Oei, ga ik nog een volledige priem kunnen afbreien? Hoe ga ik dat nakijken? We gaan gewoon zo meten hoeveel draad we nog over hebben. 1. We strijken ons rijwerk glad op onze priem. En we nemen onze draad die nog over is. We leggen hem 1 keer. 2 keren. 3 keren. 4 keren. Met deze zouden we nog net 1 priem afkrijgen. Is het minder dan 4 keren? Dan krijg je geen priem meer af. En om dan de kleuren aan elkaar te zetten, wordt het moeilijk. Dus ben je best dat je de draad laat en dat je een nieuwe draad gaat nemen. Ik had hier al een kleine hoeveelheid gebreid. Was ook een stukje draad. Ik was net toegekomen. Ik had 4 keer nog over. En dus dat eindje draad, zo'n eindje draad heb je nodig om aan elkaar te kunnen zetten. We nemen de andere kleur erbij en we leggen een knoop in de draad, maar de knoop moet tot tegen de steek komen, tot hier. Tot tegen de steek komen. Dus ofwel doe je het met de methode van rond je vinger. En je haalt de twee draden erdoor. Maar nu opgepast, want nu moet die tot tegen de draad komen. Een trucje daarvoor is om die andere naald te nemen en de draad te laten schuiven tot tegen de draad. Zo. Zo kan je het ook doen. Ofwel, als je deze knoop niet beheerst, kan je het met een gewone platte knoop doen. Het zichtbaar? Zo, gewone platte knoop. Een dubbele knoop, dus één ene knoop. Een tweede knoop. Zo dicht mogelijk. Zo dicht mogelijk tegen de priem. En dan laat je die twee eindjes zo hangen. En je vertrekt met je nieuwe kleur. En later bij het aan elkaar naaien van het mutsje, stoppen we die draden mee tussen de naad of in de steken, steken we die weg. We gaan ze eerst naaien en dan afknippen. We naaien zo'n stukje erin. En de rest knippen af. Maar om het gemakkelijk te naaien is het best dat je de lange draadjes laat hangen. Dus zo begin je aan een nieuwe kleur.
als je al wat meer geoefend bent en je werkt met dunne draad, kan je je draad laten lopen over je hand. Haal de draad rond je pink. En je haalt je draad over je wijsvinger. Zo kan je de draad gemakkelijker houden om te breien. Dan kan je de juiste spanning voor je draad om te breien gebruiken. Omdat we 18 priemen hebben, kan je bijvoorbeeld gemakkelijk 3 kleurtjes gebruiken en dan van elk 6 priemen gebruiken. Zodat je mooie baantjes uitkomt of volgens je eigen creativiteit kan je kleurtjes mengen. Ik brei al van als ik 5 jaar ben. Ik zat tussen... Ik was het oudste kleinkind. En ik had... Mijn ouders woonden in bij mijn grootouders. En dat waren... Dat was een heel groot gezin. En daar waren 4 meisjes. Die allemaal naar de... Hoe heet dat? De snit en naad volgden. Ja. En die dus aan het naaien en aan het breien waren. Tegen de sterren op allemaal. En ik zat daar als kleutertje bij. En ik vroeg ook altijd of dat ik mocht. Maar omdat ze dat toch zo gevaarlijk worden, want toen waren er geen plastic naalden. Toen waren er alleen ijzeren naalden. En mijn vader vond dat zo gevaarlijk. Toen is hij op een idee gekomen om mij... Ik vond het ook nog achteraf gezien even gevaarlijk, maar hij heeft voor mij houten priemen gemaakt. Toen waren er verschillende stoeten geweest in het dorp en er waren er vlaggetjes uitgedeeld. Mm. En die vlaggenstokjes waren dus in hout, net zoals nu een satéstokje. Mm. Als je geen breipriemen hebt, satéstokjes gaat ook. Dus, het zijn 2 mutsjes op 1 priem. Dus dit is rechts en averechts. Dit zijn 14 naalden, zoals het patroontje van welzijnzorg zegt. En dit is altijd rechts gebreid en dat zijn 18 naalden. Dus dat zijn 4 naalden verschil en toch kom ik even lang uit. Zie je? Dus als je altijd rechts breidt, dat breisel dat trekt meer zo in elkaar. Zodat je dan, als je enkel rechts breidt, wat meer naalden moet breien om dezelfde hoogte. We gaan nu dus... De stekenbreedte die blijft hetzelfde, maar de steken, dus de hoogte van je breiwerk gaat verschillend zijn volgens de steken dat je breidt. Als je dus 4 centimeter hoog bent, dus of 18 priemen rechts of 14 priemen rechts en averechts, dan is de hoogte van je mutsje af. Dan gaan we nog afronding maken. Dus we gaan minder steken maken, zodat we samenkomen in 1 punt. Zie je? Zien jullie dat? Dus we gaan de ronding maken van boven. Dus we gaan steeds minder steken maken, zodat het mutsje van boven afgerond gaat. Nu heb je 28 steken. En als we deze priem gedaan hebben, gaan we er nog 14 overhouden. We gaan elke 2 steken bij elkaar breien. Het is een beetje ingewikkeld en je moet er een beetje aan trekken, aan de steken, omdat het nu moeilijk is. Je gaat door de eerste en door de tweede steek en je beschouwt dat als samen 1 steek. Dus je gaat de draad erover leggen en erdoor halen en de 2 lussen van de priem laten glijden. Dus je neemt... Je hebt 2 steken. Neemt die samen. Je gaat van de ene steek in de andere. Dat is een beetje moeilijk. Je moet een beetje duwen om daar door te geraken. Je breidt ze. De 2 lussen samen. De ene lus op je rechterpriem en de 2 lussen van je linkse priem gaan eraf. Zo. Dus je gaat 2 steken verder. Je gaat
de twee steken samen nemen. Zorg goed dat je niet door de draad steekt en dat je echt in die lussen. Dus noods doe je zo. En dan breien we die alle twee samen en halen we die twee samen eraf. Dus je gaat de twee volgende steken weer samen nemen. Is het een beetje duidelijk voor de camera? Ja. Dus zo. Zien dat je niet in de draden steekt. Want zo. Weer twee steken samen. Breien en afhalen. En afhalen. Nou, ik kom nu niet uit, want ik heb zomaar steken opgezet. Ik kom niet op 28 uit. Normaal gezien is die laatste, zijn dat ook twee steken. Dat is niet slim van mij. Dus dan kom je aan 14 steken uit. Je hebt er twee van de 28. En dan gaan we dat voor de volgende priem ook weer zo doen. Even wachten, want het zijn 28 steken bij jullie. Ja, en dan de volgende priem net vanzelfde, zodat we dan op 7 steken uitkomen. Zo, nu hebben we 7 steken op ons priem staan. En we hebben nog een stukje draad. We knippen de draad af op ongeveer 15 centimeter ongeveer. Een hand lang knippen we de draad af. En dan nemen we onze naald met het grote oog. En om gemakkelijk je breiwol door je naald, is er een trucje. Je neemt je draad dubbel. Zo in een lusje. Op het einde van dat lusje ga je tussen wijsvinger en duim nemen en heel hard op duwen. En dan, terwijl je duwt, ga je dat door de naald, door de oog van de naald proberen te nemen. Dus dat lusje bij elkaar persen en dan dat door het oog van je naald te halen. En nu komt het trucje, ik ga het eventjes tonen. Je neemt je draad en je neemt 1 steekje van de priem. En je zet die op je draad, op je naald. Je neemt de volgende steekje van je priem, je zet die op je naald. Je zet alle steken op je naald. Zonder te breien. Dus gewoon afnemen. En je naald is zo. Dus zorg dat gewoon de steken van de priem haalt. Zo. Alle 7 op je naald. Dan trek je de draad erdoor. Hoepla. Het is afgewerkt. Dus moet je niet leren afzetten. Dus zo is het afgewerkt. En is je rondje mooi gesloten bovenaan. En dan neem je je mutsje samen. Je verdeelt goed. Dus dat je de uiteindjes hier op gelijke hoogte hebt. En zo verdeel je dat goed. En je houdt dat zo tussen je vingers. En nu gaan we dan naaien. We gaan gewoon overlangs erover naaien. Niet te hard aantrekken, want anders dan gaat dat trekken. Dus je draad losjes erdoor naaien. Als je op het einde bent, ga je nog eventjes terug. 3 steekjes ongeveer. En dan wurmde, zoals zo mooi geschreven, die draadjes door de steken gewoon eventjes om de draad weg te nemen. En dan kan je dat afknippen. En dan komt dat niet meer los.
Dan heb je hier nog een draadje. Die gaan we dus ook in onze naald stoppen. Het draadje waar je mee begonnen bent. Hè? Het begindraadje van die breiwerk. Gaan we ook weer in de naald stoppen. En dan gaan we ook gewoon met de naald door uw naald steken. Gewoon zo erdoor. En we trekken dat omhoog. Zo is dat verstopt. Kunnen we dat afsnijden. En zo zijn we er. En is uw mutsje klaar.